Hey, welkom bij Bitcoin Magazine. Leuk dat je kijkt. Vandaag zijn we met Elke Karskens, Country Director Benelux en de Nordics bij Coinbase. Welkom Elke, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk dat ik erbij mag zijn vandaag. Yes, ja. Nou, wij zijn heel blij dat je er bent. Je werkt nu ongeveer zo'n bijna 3 jaar bij Coinbase, als ik het goed heb onderzocht. En je hebt een mooie stap gemaakt. Je begon als Country Director UK en je bent nu Country Director Benelux en Nordics. Hiervoor heb je jarenlang gewerkt bij Facebook en bij Skype. Klopt. Wat heeft jou bewogen om na 13 lange jaren bij Facebook de overstap te maken naar de cryptowereld en bij Coinbase te gaan werken? Ja, nee, altijd een hele leuke vraag. Nee, en ik ben ooit begonnen, ook in Nederland, dat was het begin van mijn carrière bij TomTom. Dus ik heb mijn hele carrière heb ik eigenlijk in consumententech gewerkt. En wat je zei, na 13 jaar, 13 jaar, na 12 jaar ongeveer besloten om toch de overstap te maken naar iets anders. Ja, en mijn interesse in crypto is eigenlijk een beetje toch ook ontstaan bij Facebook. Een paar jaar geleden, nou, dat was in 2017, dus dat is al 7 jaar geleden, had Facebook de intentie om hun eigen stablecoin te lanceren. En dat was Libra. En dat was eigenlijk de allereerste keer dat ik met crypto te maken kreeg. Meer dan dat wat ik had gezien op social media met mensen snel geld verdienen in crypto. Het was eigenlijk toen ik pas dat project ontdekte, dat ik begreep dat er meer achter crypto en de technologie zit, die een positieve impact in de wereld kan hebben. En daar werd ik eigenlijk toch wel erg door gemotiveerd. Dus op een gegeven moment bereik je een punt in je carrière van blijf ik wel ergens, blijf ik niet. En op dat moment had ik besloten van ik wil toch wel echt de wereld van Web3 in en dan specifiek de crypto. En op die manier ben ik uiteindelijk bij Coinbase terechtgekomen. Dus ik ben in januari 2022 begonnen. Inderdaad, zoals je al zei, eerst als hoofd voor de UK. Dat is onze grootste internationale markt. En daar gaan we het straks ook nog over hebben. Maar we zijn heel erg gefocust op onze internationale expansie. En toen de mogelijkheid en de opportunity naar voren kwam om leiding te gaan geven aan Noord-Europa. Dus de Benelux en Nordics. Ja, dan heb ik die kans met twee handen aangegrepen. En ja, daar zijn we nu. Ja, perfect. Mooi verhaal. Ja. En toch nog even terug naar Facebook en Skype. Want de ervaringen die je daar hebt opgedaan, je hebt daar lang gewerkt. Veel ervaring opgedaan, kan ik me zo voorstellen. Hoe gebruik je die ervaringen die je bij Meta en Skype hebt opgedaan, nu in de cryptowereld en dan specifiek bij Coinbase? Dat is een hele leuke vraag. En als ik vaak terugkijk en als mensen het over mijn carrière hebben en dat je zo lang bij Facebook hebt gewerkt, dan denken mensen toch altijd dat Facebook een heel, heel groot bedrijf is. En Meta, zoals het nu heet, dat is natuurlijk ook zo. Maar dat is niet hoe het altijd daar begon en hoe dat ook altijd aanvoelde. Dus bij een bedrijf als Facebook heb ik heel veel verschillende dingen gedaan en rollen gehad. En ook binnen stukken van de business gewerkt waar het toch vrij kleiner aanvoelde dan hoe Facebook Meta er van buitenaf aanziet. Wij opereerden daar ook eigenlijk met in een cultuur die heel erg snel beweegde, waar er heel veel dingen gelanceerd werden, waar we heel snel geïtereerden. En het is eigenlijk die mindset die ook nu hier bij Coinbase van toepassing komt. Achter me heb ik een foto nog hangen, of een foto, een poster ingelijst van de tijd in Facebook, waar we altijd zeiden van move fast and break things. Dat wordt nu niet meer gedaan. Maar die spirit van, weet je, we bouwen, we lanceren, we itereren, dat voelt ook heel erg echt ook nog steeds aan in de cryptowereld. Want ondanks dat crypto natuurlijk al vrij lang bestaat, is er nog heel veel wat wij eigenlijk als bedrijf willen bereiken. Onze missie is om global economic freedom te bereiken. Maar daar zijn we nog lang niet. Als we kijken naar natuurlijk waar we zijn begonnen, is er al heel veel verbeterd. Maar traditionele financiële systemen, zoals we dat vandaag kennen, dat zien wij nog steeds echt wel als outdated. Dat is duur, oneerlijk. En daar kan nog steeds heel erg veel verandering in gebracht worden. En in mijn periode bij Facebook en daarvoor ook bij Skype stonden we ook eigenlijk op dat voorstuk van echt hele grote innovatie drijven met de mainstream. Dus ik heb daar heel veel mee gekregen van hoe doe je dat? En dat pas ik hier natuurlijk nu ook weer toe bij Coinbase. All right. Ja. Oké. Twee jaar geleden ongeveer is Coinbase in Nederland geregistreerd bij de Nederlandse bank. Ja, als ik het goed heb gezien. Ja. Wat is er sinds die periode veranderd voor Coinbase?
Nou, sinds die periode is, het grootste verschil is dat eigenlijk ook op dat moment, en dat was niet alleen voor de Nederlandse markt, maar ook voor andere landen, dat de beslissing was genomen dat de internationale expansie heel erg belangrijk is voor ons als een bedrijf. Wij zijn een exchange die al iets ouder is. We zijn actief sinds 2012. We zijn beursgenoteerd sinds 2021. Maar als je eigenlijk een stap terugneemt en je kijkt naar het macroklimaat van crypto, dan is het op dit moment allereerst zo dat 80% van global crypto trading buiten Amerika gebeurt. En wij voorzien ook dat in de aankomende 5 jaar dat verschil nog steeds groter gaat worden. Maar wat misschien wel belangrijker is, als tweede punt, is dat het echt heel cruciaal is voor onze missie. Om mensen buiten de US aan boord te kunnen krijgen. Store value and trading, dat zijn natuurlijk de use cases binnen crypto die nu heel erg well established zijn. Maar er is nog veel meer wat er op dit moment gedaan kan worden. En vooral in landen waar mensen geen toegang hebben tot traditionele financiële instrumenten. Zoals jij en ik dat waarschijnlijk wel gewend zijn om daar toegang te hebben. Dus die internationale expansie is heel belangrijk voor ons om eigenlijk echt onze missie te kunnen bereiken. Want ja, crypto is een global technology. En die technologie die kan eigenlijk pas zijn echte potentie bereiken op het moment dat die globally adopted wordt. Dus er is een beslissing genomen dat de internationale expansie heel erg belangrijk is voor ons. Europa is daar een heel groot onderdeel van. En Nederland is een van onze prioriteitenmarkten. Dus op het moment dat we de registratie kregen in Nederland hadden we nog geen team. Maar sindsdien hebben ze mij aangesteld als hoofd van de Nordics en de Benelux. We vinden het heel erg belangrijk dat er mensen leiding geven die de taal spreken, de cultuur kennen. Dus die echt kunnen toevoegen aan de lokale ervaring. Want weet je, ondanks dat Nederland en Duitsland en wellicht de UK vergelijkbaar kunnen zijn op bepaalde vlakken, er zit toch gewoon heel veel culturele verschillen in. En dat zien we bijvoorbeeld aan betaalmethodes. Ik bedoel, als jij aan een Engelsman vraagt van wat is ideal, dan weet niemand dat. En helemaal terecht zo ook hoor trouwens. Maar in Nederland is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat je geld op ons platform kan krijgen met een vertrouwde lokale betaalmethode zoals Ideal. Dus wat er is veranderd sindsdien is het dat ik ben aangesteld. We zijn hier een team aan het uitbouwen. We hebben op dit moment lokale engineers hier in Nederland. We hebben marketing. Misschien dat je dat van afstand niet ziet, maar er zijn product tweaks gemaakt om het zo makkelijk mogelijk voor onze Nederlandse klanten en hopelijk toekomstige klanten om ons product zo goed mogelijk te kunnen gebruiken. Dus we zijn heel erg gefocust op de productervaring op dit moment. Dus dat zijn een paar van de verschillen die we eerst niet hadden en nu dus wel, sinds de registratie. All right. Ja, om dan even te raken aan het stukje marketing. En je geeft ook aan van Nederland is een belangrijke markt voor ons. Dat zien wij bij verschillende exchanges. Zien we dat ze echt pijlen richten op Nederland als een markt. En zien als een belangrijke springplank voor de rest van Europa. Ja. Dan hebben we het over grote exchanges. OKX, Bybit, Finst, noem het maar op. Bitfavo uiteraard in Nederland. Ja. Hoe gaat Coinbase om met die enorme kanonkracht van marketing van de concurrenten? Ja, dat is een hele leuke vraag. En Nederland is precies wat je zegt. Het is een springplankland ook voor Europa. Het is ook een land waar crypto-enthousiasme het allerhoogst is. Als we naar het bredere mainland Europe landschap kijken. En het is ook een land waar er inderdaad heel veel diversiteit is qua spelers. Dus je hebt hele grote global players zoals Coinbase die daar actief zijn. Maar ook geweldige lokale exchanges zoals Bitfavo die het super, super goed doen en hebben gedaan. Een Nederlands team wat voor de Nederlandse markt heeft gebouwd en heel veel heeft geïnvesteerd in marketing. Wij hebben op dit moment nog niet zoveel geïnvesteerd als sommige andere exchanges. Maar daar zijn we wel druk mee bezig. Dus we activeren verschillende marketingkanalen om nieuwe gebruikers aan te kunnen trekken. Maar we zijn ook natuurlijk heel erg erop gericht om ervoor te zorgen dat de klanten die we nu hebben zo blij zijn met ons platform als dat we willen dat ze zijn. Dus daar wordt ook van de marketingperspectief flink in geïnvesteerd. Dus we zien het inderdaad niet met hele grote sponsorships. Zoals anderen dat wel doen. Maar onze marketing ethos is wellicht een klein beetje anders dan dat van andere spelers. Laten we dan kijken naar Nederland, hè? Dat horen we dus om ons heen. Nederland echt als een springplank. Welke
specifieke trends en welke specifieke voordelen zie je als Coinbase in Nederland, wat je niet ziet of minder ziet in ons omringende landen of de rest van de Europese landen? Ja, Nederland heeft natuurlijk al vrij lang hele heldere regulatie wat crypto betreft. En dat hebben we niet in alle landen gezien. Dat gaat natuurlijk nu veranderen met de aankomst van MiCA. En daar kunnen we het later ook natuurlijk nog over hebben. Maar Nederland is een land wat eigenlijk al vrij vroeg regulatie heel serieus heeft genomen. En dat vinden wij als bedrijf wat compliance en regulatie helemaal voorop heeft staan in hoe wij overal te werk gaan, ontzettend belangrijk. En dat is ook een reden waarom Nederland een van onze prioriteiten landen is. En dus ja, dat is absoluut iets wat we in Nederland zien en ontzettend waarderen. Wat ik net ook al zei, is dat, weet je, dat Nederland een van de allergrootste landen is voor crypto curiosity. En dat heeft CryptoSlate recent ook gepubliceerd. Maar wat we ook in Nederland zien is natuurlijk het percentage van mensen wat op dit moment crypto al bezit. Dat is ook hoger in Nederland dan in een heleboel andere landen. Op dit moment ik geloof dat er iets van 3 miljoen mensen op dit moment crypto bezitten. Dus dat is ongeveer 16% van de bevolking. En dat is heel hoog als je dat vergelijkt met andere landen in Europa. Dus dat zijn allemaal verschillende signalen. Dus goede regulatie, hele, hele goede en sterke toezichthouders. De enthousiasme in de cultuur, het feit dat dat crypto al goed geadopteerd is en dat er hele, hele grote groei in zit. Want in 2020 was het minder dan 10% van de bevolking die crypto bezat. Dat zijn allemaal signalen die voor ons belangrijk zijn om te investeren in een land. En daarom zijn we heel veel energie voor Nederland op dit moment. Alright, ja. Nou ja, je raakte net al even aan MiCA. Ja. Wat betekent MiCA voor jullie? Is het iets wat jullie met open armen ontvangen? Of zien jullie er de obstakels? Open armen ontvangen we MiCA. Wij zijn een exchange, wat ik net al zei. Wij zijn echt pro-regulatie en compliance. En ja, MiCA is toch eigenlijk het voorbeeld wereldwijd van hoe goede regulatie eruit ziet. En ik denk dat wij als Europees Aperianen, dat we daar heel erg trots op ook moeten zijn. Want wat we in Amerika zien is dat regulatie eigenlijk wordt gevormd door enforcement. En hier is die regulatie echt wel gevormd in partnership met de industrie. En daar wij als bedrijf werken heel veel samen met policymakers en regulators om ervoor te zorgen dat hoe die regulatie, die frameworks worden ontwikkeld, dat die comprehensive zijn, maar dat er nog wel genoeg ruimte ook voor innovatie is. Dus wij zijn heel erg pro-MiCA. Ja, nou, je staat hier al de markets in crypto asset regulatie. Die R die valt er bij ons vaak af. Wij hebben het gewoon over MiCA in plaats van MiCAR. Dat hoor ik ook nog wel eens eventjes anders. Maar MiCA gaat er gewoon ook voor zorgen dat we nog meer mainstream crypto-adoptie gaan zien. Omdat die regulatie nu bestaat, denken wij dat consumenten ze toch iets veiliger om crypto heen gaan voelen. En wellicht die stap om, ga ik wel wat investeren in crypto of niet? Als we dan zeg maar over een iets, een beginnend publiek hebben. Die stap die wordt toch natuurlijk gewoon daardoor wat kleiner gemaakt. Omdat die bescherming bestaat en hopelijk dat consumentenvertrouwen daardoor ook echt aantrekt. En dat is natuurlijk niet alleen hopelijk wat we gaan zien aan de consumentenkant, maar het is aan de institutionele kant is regulatie ook absoluut cruciaal. Geen helderheid over regulatie, uncertainty in de markt, dan zie je toch dat mensen en institutionele investors veel terughoudender zijn met het investeren. Dus MiCA is een heel erg belangrijk moment. Niet alleen voor ons, maar voor de hele industrie. Het is echt een signaal dat de industrie aan het opgroeien is. En dat is precies eigenlijk wat we nodig hebben. Vooral natuurlijk wat er in oktober 2022 is gebeurd. Regulatie is echt cruciaal. En wij hopen natuurlijk dat andere jurisdictions die op dit moment hun regulatory frameworks aan het ontwikkelen zijn, ook gaan kijken naar MiCA van wat werkt wel, wat werkt niet. Dat we wellicht dat er pagina's uit het MiCA-stuk worden gepakt en geïmplementeerd in andere landen. Zodat we daar ook helderheid kunnen krijgen. Dus wij zijn erg blij met MiCA. Wij gaan voor onze MiCA-applicatie via Ierland. We hebben in Ierland al een vrij groot team zitten. Het is een van onze grootste secondary offices. De Ierse regulator die is, globally wordt die heel erg gerespecteerd. Maar ook als we zeg maar vooruitkijken op het moment dat de registraties er zijn,
is natuurlijk het compliance blijven ook het belangrijkste stuk. Weet je, het behalen allereerst is natuurlijk al een hele milestone, maar dan ook compliance blijven is natuurlijk heel belangrijk. En in Ierland geloven we dat er ook heel veel talent zit. Dus dat we ook ervoor kunnen zorgen dat we de juiste mensen aannemen om compliant te kunnen blijven. Dus wij zijn helemaal pro-Mika, zoals ik al net heb verteld. Ja, all right. Dat is interessant inderdaad dat Coinbase kiest voor Ierland. Er zijn wel andere exchanges die wellicht een wat simpelere weg kiezen om te registreren op Malta. Ja. Dus jullie doen dat ook bewust om meer vertrouwen te wekken in Ierland te registreren. Ja, wij hebben op dit moment, net wat ik zei, de Ierse regulator, die is Globee heel erg respected. Wij hebben intern op dit moment ook al de manpower om Mika goed te kunnen bedienen op het moment dat die registraties dus echt binnenkomen. We hebben ook een registratie in Nederland bij de DNB, maar het is anders voor ons dan het wellicht is voor exchanges die puur Nederland zijn begonnen. Voor ons ligt dat gewoon allemaal net ietsje anders. Waarom bepaalde exchanges voor een land als Malta kiezen, dat is natuurlijk aan hen. Wij hebben heel veel vertrouwen in Ierland. En we geloven dat dat de juiste weg is om via hen uiteindelijk Mika compliant te worden. Perfect. Ja. Je hebt het een aantal keer over het product, dat voor jullie heel belangrijk is. Product verbeteren voor de gebruikers, dat het echt een goede ervaring is. Als we daar eens op inzoomen en een stukje vooruit kijken, wat voor dingen heeft Coinbase in de pipeline voor de komende tijd voor het product? Ja. Daar kan ik natuurlijk niet te veel over delen, maar ik denk dat het wel belangrijk is misschien ook om eventjes uit te leggen wat wij allemaal doen. Want mensen kennen vaak Coinbase op één manier. Maar wij zien onszelf toch veel meer dan alleen een crypto trading platform. Wij hebben we zien onszelf eigenlijk meer als een one-stop shop voor alles binnen het crypto ecosysteem. Dus we hebben een hartstikke simpel en makkelijk te gebruiken interface voor mensen die wellicht net aan hun crypto journey beginnen. Het is heel gemakkelijk bij ons om geld op het platform te krijgen, maar om dus crypto te kunnen kopen en verkopen en te verhandelen. Maar wat veel mensen niet weten is dat we hebben ook een heel erg geavanceerd interface voor ervaren handelaren. Mensen die dus dag in dag uit met crypto bezig zijn en net iets meer nodig hebben dan wellicht de mensen die meer aan het holden zijn. Dus we hebben onze simple trade, maar we hebben dus ook ons advanced interface. Wat we ook aanbieden zijn producten aan de consumentenkant, zoals Coinbase One. Wat mensen niet weten is, we hebben een abonnementproduct, betaal je maandelijkse prijs. En dan heb je geen handelskosten tot en met €10.000 aan handelsvolume. Je krijgt daarbij ook betere customer support, et cetera, et cetera. Dus we willen veel meer kunnen aanbieden. En dat is eigenlijk alleen aan de consumentenkant. We bieden een heel erg breed spectrum van services en producten aan voor institutionele beleggers. Maar we hebben ook een ontwikkelingsplatform voor developers dus. Een van onze recente, dat is natuurlijk ook niet meer zo recent, maar in 2023 hebben we Base gelanceerd. Dat is onze eigen layer 2. En dat gaat ontzettend goed op dit moment. Maar we hebben ook bijvoorbeeld, als we het over layer 2's hebben, hebben we ook net een paar maanden geleden hebben we in partnership met Lightspark, hebben we ook het Lightning Network geïntegreerd. En dat is ook weer een signaal naar onze commitment voor Bitcoin als een asset. En hoe belangrijk wij dat zien en vinden. We zijn super invested en gefocust om ervoor te zorgen dat transactiekosten zo laag mogelijk blijven en het zo snel mogelijk gaat. Dus we hebben ook aan de ontwikkelaarskant een heleboel aan te bieden. Maar ook voor merchants. We hebben Coinbase Commerce, dus dat je crypto als payment methode kan activeren. Dus we zien onszelf eigenlijk als een bedrijf wat heel breed instapt in dit hele ecosysteem. En daar passende producten blijft bij aanbieden. Dus er komt, net als ik zeg, we zijn altijd bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze producten. Ervoor te zorgen dat we producten aanbieden die alle spelers binnen het ecosysteem nodig hebben. Ik ben ervan heel zeker van dat we daarin blijven investeren en dat we zoveel mogelijk goede dingen kunnen aanbieden voor de verschillende groepen die we proberen te bedienen. Oké, alright. Ja, ik denk dat het
Belangrijk is voor eigenlijk alle exchanges die in Europa actief zijn en op de wereld actief zijn, dat we met z'n allen werken aan adoptie van crypto. Ja. Want hoe breder de groep is die het adopt, die het overneemt en die ermee in zee gaat, hoe meer we kunnen naar een decentralisatie. Hoe pakt Coinbase dat aan? Wat doet Coinbase voor een bredere adoptie? Nou, voor bredere, dat vind ik een leuke vraag. En ook, er zitten verschillende facetten aan vast natuurlijk. Weet je, het is natuurlijk, wij willen 1 miljard mensen on-chain brengen. En 1 stap daarin is bijvoorbeeld een 1 miljoen developers en ontwikkelaars on-chain krijgen. En daar helpen die layer 2's in, natuurlijk onze eigen base. Om het echt mainstream te maken, is het natuurlijk ook belangrijk dat de bredere industrie crypto als heel legit gaat zien en ook gebruikt. Dus wat we ook ontzettend, toch wel heel erg prettig vinden om te zien op dit moment, is dat niet crypto bedrijven die hier dat voor wie het geen core onderdeel is van hun business, hier ook gaan investeren. Dus wat we zien is dat het aantal Web3 en blockchain initiatieven in Fortune 100 companies consistent blijft groeien. Dat is geloof ik bijna 40% kwartaal over kwartaal. En in Q1 was het hoogste ooit dat we horen dat er dus echt projecten gelanceerd worden. Maar wat we ook zien is dat in de top Fortune 500 executives hebben ook aangegeven dat meer dan 50% van hen ook op dit moment aan het denken is van hoe kunnen we blockchain technologie gaan integreren in onze day-to-day business. En dat zijn natuurlijk hele mooie signalen. Wat we ook zien is aan de stablecoin dat er echt real world use cases op dit moment naar voren komen. Dat zien we door hele grote, toch wel payment giants. Sorry dat ik steeds in het Engels overstap, maar goed, dat hoort er bij. Zoals PayPal en Stripe. Met Stripe kunnen merchants op Stripe kunnen op dit moment die accepteren stablecoin betalingen op Ethereum, Solana. Die worden automatisch overgezet naar fiat. Nou ja, ik bedoel, dat is natuurlijk, dan worden die use cases opeens super, super echt. En PayPal, die accepteert op dit moment cross-border transfers in meer dan 160 landen. En daar zitten geen fees aan vast. En als je dat vergelijkt met de 6-7% die men normaal gesproken zou moeten betalen. Dat zijn natuurlijk de use cases die opeens crypto wel heel echt maken. En ook voor een heel breder publiek ook aantrekkelijk maken. Dus het blijven werken ook met partijen voor wie crypto niet hun core business is. En die technologie samen met hen toch te kunnen integreren om het stuk zo breed mogelijk te trekken. Dat is waar we natuurlijk ontzettend enthousiast van worden en over zijn. Het is nog steeds een hele lange weg voordat iedereen crypto uiteindelijk gaat gebruiken. Ja. Maar dat is natuurlijk wel waarop wij laser focus zijn. En dan niet om steeds weer terug te komen op het regulatiestuk. Maar regulatie is wel heel erg belangrijk. Want dat consumentenvertrouwen, als dat niet bestaat, en dat zien we natuurlijk sowieso in emerging technologieën, dan zie je die adoptie ervan ook niet aantrekken. En wij zien, wij vinden dat toezichthouders legislators ook verantwoordelijk gehouden moeten worden om regulaties te ontwikkelen, zodat nieuwe technologieën, ondanks dat dit natuurlijk niet zo nieuw is, maar toch nog aan een nieuwere kant, dat er frameworks in plaats bestaan van een regulatory perspective, zodat het consumentenvertrouwen wordt aangewakkerd en dat mensen zich veilig voelen om mee te kunnen doen hieraan. Dus dat regulatiestuk is gewoon ook heel erg belangrijk. Ja, precies. Ja, je geeft aan dat, dat er heel veel ontwikkelingen zijn. Het wordt allemaal steeds makkelijker om voor mensen om ermee mee in aanraking te komen. Om ermee aan de slag te gaan. Ja. Wij als crypto-industrie weten dat, zien die vorderingen, zien dat het aan het opgroeien is. Maar dat stukje, het hele grote stuk van mensen die zich buiten de crypto-industrie bevinden, die wij wel willen benaderen met elkaar, want wij als Bitcoin Magazine, met ons nieuws en educatie, vinden we dat ook heel belangrijk. Daar zit best wel een bridge, echt iets wat we moeten overbridgen.
Ja. Dus dat stukje educatie, hoe pakt Coinbase dat aan? Dus om al die kennis die er is en al die innovatie die in de markt gebeurt, om die ook naar de mensen die helemaal buiten de cryptowereld staan, te onderwijzen. Ik denk dat je gelijk hebt. Dat educatie, dat is ontzettend belangrijk. Op het moment natuurlijk dat je besluit van ik wil de crypto ingaan. En ik kom zo terug bij dat stuk daarvoor. Dat je weet met wie je in zee gaat. Is dat een bedrijf wat je vertrouwt? Hoeveel geld wil je verliezen of niet verliezen? Want het is natuurlijk niet gegarandeerd dat je aan crypto gaat verdienen als dat al je intentie is. Is natuurlijk hartstikke belangrijk. Dus mensen moeten echt wel hun eigen research doen. En zich goed voelen bij het bedrijf met wie ze uiteindelijk in zee gaan. Maar je hebt gelijk dat stuk daarvoor van het begrijpen van wat is crypto nou eigenlijk? En wat is blockchain technologie? Is super, super belangrijk. En ik denk dat de industrie hopelijk tot op dit punt zichzelf ook geen plezier heeft gedaan door dingen zo heel erg technisch te houden. Maar wij hier bij Coinbase zijn heel erg gefocust op het, ik laat het nu zien. En ervoor zorgen dat er genoeg leermateriaal beschikbaar is. Zodat mensen zich echt kunnen verdiepen. Voordat ze besluiten of crypto iets is waar ze verder in willen gaan of niet. Dus je ziet het nu al. Als je naar onze website gaat, hebben we daar een sectie in die heet Learn. En daarin hebben we honderden artikelen. Over componenten van de technologie, over crypto, wat crypto nou betekent. Over specifieke assets en dergelijke. Maar we proberen ook, want op het moment dat een consument al heeft besloten om met Coinbase verder te gaan, we bieden ook in ons product zelf, dat noemen we Learning Rewards. Dat zijn eigenlijk hele korte kleine cursussen aan, waarin mensen als ze die volgen, beloond worden met een heel klein bedrag aan crypto. Dus dat die educatie consistent blijft. Dus educatie is ontzettend belangrijk. En daar houden we ons, dus zoals je net hebt laten zien, ook heel erg veel mee bezig. Maar ook dat we dit soort gesprekken doen. Dat we aan tafel gaan zitten met spelers zoals jullie in het medialandschap. Duidelijk aangeven wat wij als bedrijf belangrijk vinden, waar we voor staan. Dat men weet dat wij regulatie echt helemaal hier hebben staan. En ook compliance. Dat wij een bedrijf zijn dat nog nooit is gehackt, bijvoorbeeld. Dat wij de assets allemaal één op één vasthouden. Want dat is voor ons een gegeven, maar dat is in de industrie natuurlijk niet een gegeven. Omdat er wat er is gebeurd in 2022. Dus wij zijn heel erg actief daarmee. En nogmaals, het is belangrijk dat mensen hun eigen onderzoek doen. Hoeveel wil ik hier aan uitgeven? Wat wil ik verliezen of niet verliezen? Met wie ga ik in zee? Dat je al die dingen heel goed afweegt voordat je een beslissing maakt dat je met een exchange verder gaat. Ik denk wat mensen soms ook een beetje terughoudt, of dat zie ik dan meer om me heen in mijn directe cirkels. En ik weet niet of jij dat ook hebt. Maar is dat mensen denken dat misschien het kopen van crypto heel ingewikkeld is of niet. En dat men helemaal niet eens weet dat het bij ons en ook bij een heleboel andere bedrijven hartstikke makkelijk is. Het is eigenlijk net zoals we dat gewend zijn van andere apps. Een vrij simpele onboarding methode. En op dat moment is het heel makkelijk om 5 euro, 10 euro, 100 euro te storten en dan je eerste crypto te kunnen kopen. Dus die stappen die zijn misschien niet zo ingewikkeld als dat men denkt dat ze zijn, voordat ze hier aan beginnen. Ja, alright. Als je dan kijkt, want inderdaad op jullie site heb je een uitgebreide uitleg over verschillende aspecten van blockchain, crypto, et cetera. Maar dat gaat vooral op voor de mensen die al iets hebben van, we gaan met, ik ga wat met crypto doen. Dat stapje daarvoor, we zouden met scholen in onderwijs, zouden we dingen kunnen doen. Is Coinbase daar ook mee bezig? Om dat stapje daarvoor, om die mensen echt naar de crypto wereld te trekken? Ja, wij werken in bijvoorbeeld in de UK hebben wij een campagne gelanceerd, dat is Stand With Crypto. En dat gaat er eigenlijk om dat we de Web3 community, dus mensen die hier al echt in zitten, dat wij hen ook een stem geven om te laten zien dat crypto belangrijk is, deze technologie belangrijk is. Net wat ik eigenlijk al eerder zei, het stuk voorop begint natuurlijk nog steeds dat er zekerheid moet zijn voor consumenten om hier in eerste instantie mee verder te willen gaan. En de media speelt daar ook natuurlijk een hele belangrijke rol in. We zien nog steeds dat crypto coverage of hoe crypto gerefereerd wordt nog niet altijd zo positief is als dat wij geloven dat het moet en kan zijn.
En dat kunnen we natuurlijk niet altijd zelf. En dan heb ik het niet alleen over Coinbase, maar dan heb ik het over de hele industrie. Wij kunnen dat natuurlijk niet geheel beïnvloeden en beheersen. Dus er is nog heel veel wat gedaan moet worden. En ik ben het met je eens. Ik denk dat er geïnvesteerd, niet alleen door ons, maar door de hele industrie moet worden in hele vroege educatie omtrent digitale assets. Het financiële systeem is al aan het veranderen als je aan het kijken bent naar de rise of neobanks. Weet je? Ik denk dat de volgende generatie, en dan kijk ik ook naar mijn eigen kinderen. Ik denk dat die wellicht niet een hele traditionele bankrekening gaan openen bij wellicht een bank zoals mijn ouders dat voor mij toenertijd hebben gedaan. En dat we inderdaad op dat stuk ook veel gaan toevoegen, nogmaals als industrie, niet alleen als Coinbase, om ervoor te zorgen dat die generatie ook begrijpt wat digitale assets zijn, de risico's die erbij komen kijken en niet. Maar dat wij als een vertrouwde speler daar goed in kunnen helpen. Ik denk dat de industrie gezamenlijk daar meer wellicht aan moet gaan doen. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En de industrie is heel breed natuurlijk. Dat zijn de exchanges, dat zijn de publishers. Dat is eigenlijk de hele crypto-industrie. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. En als je dan kijkt naar, we hebben over minder dan een maand hebben we een heel belangrijk moment in de wereld. Namelijk de US elections. Hoe zou die uitkomst van die elections invloed hebben op de wereldwijde adoptie, wat jou betreft? Ja, als ik daar het antwoord op had, dan zou ik dat geven. Nee, daar wil ik ook niet te veel over ingaan. Kijk, het is natuurlijk, het is een van de meest polarizing elections die wellicht plaats gaat vinden in onze generatie. En weet je, afgezien van crypto. Ja, dat gaat natuurlijk of de ene of de andere kant op. En daar gaan we effecten van zien over de hele markt, niet alleen de cryptomarkt heen. Dus ik kan daar helaas verder geen uitspraak over doen. We gaan het zien. Het gaat een hele speciaal moment worden. En daar gaan we globale effecten van zien in alle industrieën en crypto ook. Nou, laat ik hem dan ietsjes dichter bij huis houden en even weg bij de elections. Want als we kijken naar Europa, toch voor jou een hele belangrijke markt, de markt waar je in opereert. Hoe zie jij de toekomst voor je van crypto in Europa? Ja, nou ja, wij hopen natuurlijk dat crypto helemaal genormaliseerd was. Ik sprak een paar weken geleden het zijn zulke drukke weken op Bitcoin Amsterdam. Er werd de vraag ook gesteld van, wat is nou de rol van exchanges in 2050? Maar dat is te ver. Dat is veel te ver weg om er naartoe te kunnen kijken. Ik denk dat we wat we op iets kortere termijn gaan zien, dat is natuurlijk het MiCA-moment. Welke bedrijven krijgen hun licentie en kunnen compliant daarmee zijn. Dus ik denk dat dat heel interessant gaat worden. En ook om te kijken hoe dat consumentenvertrouwen gaat aanwakkeren of niet. En de adoptie hopelijk die we daarvan kunnen gaan zien. Dus ik denk dat dat een heel groot moment gaat worden voor de hele industrie. En dat we over een paar jaar toch wel op dat punt terug gaan kijken van hoe heeft dat nu eigenlijk de adoptie beïnvloed, hopelijk positief. Dus dat zijn eigenlijk de momenten waar wij op dit moment naar kijken. Ja. Net wat ik zei, kijk, ons missie als bedrijf is to increase economic freedom. En we willen zoveel mogelijk mensen online, on-chain krijgen. En in Europa hopen we natuurlijk dat crypto helemaal genormaliseerd wordt. Als geheel geaccepteerd wordt als nieuwe asset class. En wordt gezien als een nieuw financieel systeem waar mensen vertrouwen bij hebben. En zich goed bij voelen en het dus ook gebruiken. Maar goed, er zijn een heleboel stappen die daar naartoe moeten leiden. Dus nogmaals, als ik het antwoord ook daarop had, dan dat zou top zijn. Maar wij blijven werken aan het bouwen van het beste product, het samenwerken met lokale regulators en legislators, om ervoor te zorgen dat dit een hele veilige en vertrouwde space wordt waar iedereen aan mee wil gaan doen. Ja, zou je 2050 is wel erg ver natuurlijk, zover lijkt me. Niet heel nuttig om te kijken. Maar als we het nou hebben over, zeg van nu een jaar of drie. Je geeft net al een beetje aan van dit is een heel belangrijk moment. Het MiCA-moment, daar hangt een heleboel van af. Maar als je toch een klein soort van glazen bolletje erbij pakt. En 3 jaar van nu zou kijken. Wat is je verwachting? Nee, wij gelopen en hopen dat crypto eigenlijk geadopteerd. Dat klinkt zo gek in het Nederlands. Dat crypto adapt, het wordt in 3 verschillende
Allereerst als nieuwe assetklas. In Amerika op dit moment, wereldwijd, bezit op dit moment 5% van de wereld crypto. Nou, wat ik al eerder vertelde, dat in Nederland is dat op ongeveer 16%, maar dat echt als nieuwe assetklas geaccepteerd wordt. Als tweede dat crypto het traditionele financiële systeem gewoon gaat updaten. Dat systeem is 100 jaar oud en we zijn gewend aan hoe dat op dit moment is. Maar dat houdt niet in dat omdat het zo is, dat het daarom oké is. Daar zit nog heel erg veel ruimte in voor verbeteringen. En daar spelen natuurlijk componenten van crypto, zoals stablecoins en L2's, die spelen daar een hele grote rol in, omdat die alternatieve SWIFT betaalmethodes veel sneller, gemakkelijker en goedkoper kunnen maken, bijvoorbeeld. Maar we hopen ook dat crypto zich gaat ontpoppen als een nieuw app-platform. Het is natuurlijk daar nog heel vroeg voor, maar we hopen uiteindelijk dat crypto daar ook een hele belangrijke rol gaat spelen. Dus eigenlijk via die drie componenten, dat het meer genormaliseerd wordt. Dus dat is, dat is een beetje waar wij in medium termijn naar kijken en voor hopen en hoe wij het zien. All right. Wij zijn natuurlijk altijd heel erg op zoek naar tips voor onze lezers. Wat voor tips zou jij voor onze lezers hebben die toch al wel met crypto in aanraking zijn? Of misschien ook juist nog helemaal niet met crypto in aanraking zijn. Wat voor tips heb jij voor hen? Nou, voor de mensen die nog niet met crypto in aanraking zijn gekomen, is dat, weet allereerst dat je hoeft geen 10.000 euro apart te zetten om in crypto te kunnen beginnen. Je kunt crypto kopen met hele kleine bedragen vanaf, ik geloof 5 euro, misschien wel vanaf 1 euro. En dat het heel makkelijk is om een account te openen op exchanges zoals Coinbase. Dus ga naar coinbase.com, lees wat van die learn-artikelen door, zodat je goed vertrouwen erbij hebt dat je het ook echt wil doen. En dan probeer een account aan te maken. Hartstikke gemakkelijk. Je bent er binnen 3 minuten mee klaar. Ik klink heel salesy hier, maar dat is gewoon dat is bij andere exchanges ook zo. Ja. Het is 5 euro. Je zult zien hoe makkelijk het is. En koop gewoon wat crypto. En blijf dat volgen en kijk wat er gebeurt. En als je denkt, dit vind ik leuk, ik wil meer daarin doen. Hartstikke leuk. En ik denk voor iets meer geavanceerde traders, die wellicht niet weten dat wij Coinbase Advanced hebben. Als je op dit moment als je inlogt in Coinbase op je app of op de desktop, daar zit een toggle en daar staat dan switch naar Advanced. En dan boom, zit je meteen in ons Advanced interface. Probeer het eens, zie wat je ervan vindt. Wij vinden dat het eigenlijk alles aanbiedt wat meer sophisticated traders willen hebben. Dus probeer dat eens. Kijk ook eens bijvoorbeeld naar een product als Coinbase One. Verhandel je net iets minder dan 10.000 euro per maand, dan is dat wellicht eigenlijk een goed product voor jou. Want dan zijn je fees een stuk lower. Omdat er geen nul handelskosten onder de 10.000 aan vastzitten. Je krijgt support, je krijgt ook toegang tot heel veel onderzoek van Mercari bijvoorbeeld, of research papers. Dus kijk ook eens naar dat soort producten. Als je zeg maar tussen dat stuk in zit, je bent dan met crypto bezig, maar je zit niet elke dag non-stop crypto te traden. We bieden heel veel verschillende dingen aan. Maar ik denk, takeaway messages vooral voor mensen die dus nog niet hiermee bezig zijn, is probeer het eens. Doe je onderzoek, voel je comfortabel bij en je zult zien dat het vrij makkelijk is om te kunnen beginnen. Perfect, super. Ja. Nou, ik denk dat na deze pitch er best wel wat mensen zijn die denken, nou, laat ik het eens proberen. We gaan het zien. Kijk, dit soort dingen zijn altijd goed voor adoptie. Het hele verhaal wat je vertelt. Dus ik wil jou hartelijk danken voor dit prettige interview dat we hebben gehad. Wij zijn heel benieuwd naar wat de komende tijd allemaal gaat gebeuren met Coinbase en of jouw glazen bol momentje uit gaat komen over 3 jaar. Wij houden zoals altijd het nieuws heel sterk in de gaten, dus als er iets te vertellen is over Coinbase, dan zullen we dat ook zeker doen. Ja, dat was hem weer voor dit interview. Ik bedank iedereen. Dat ik erbij mag zijn. Ja, nou, hartstikke fijn, dankjewel. En ik bedank ook iedereen voor het kijken. Wil je meer van dit soort interviews of korte, inspirerende video's of uiteraard het laatste nieuws volgen, dan kun je op bitcoinmagazine.nl terecht. Of uiteraard op onze socials. En vergeet deze video ook niet te liken en te delen. Tot de volgende keer.